Wij willen graag dat studenten, medewerkers en onderzoekers veilig kunnen inloggen bij heel veel verschillende diensten. En niet alleen veilig, maar ook eenvoudig. Twee belangrijke diensten die we leveren zijn Surf Connect en Surf Secure ID. En met deze diensten kunnen studenten, medewerkers en onderzoekers veilig inloggen op meer dan 1000 diensten in de cloud of van de instelling zelf. Achter de schermen zijn we continu bezig met het verbeteren van onze dienst. En dat doen we door zoveel mogelijk kleine updates uit te voeren. We doen vaak kleine updates, zodat we zo gecontroleerd mogelijk die wijzigingen kunnen uitvoeren. Vroeger gingen we eigenlijk in één keer van 0 naar 100 met een nieuwe release. Eerst gebruikte iedereen op de oude versie, nu iedereen op de nieuwe versie in één keer. Nu doen we dat veel geleidelijker. Bijvoorbeeld eerst 1% van de gebruikers zetten we over naar de nieuwe versie. En een groot voordeel daarvan is dat we dat ook gewoon kunnen doen eigenlijk tijdens kantooruren. Niemand merkt het eigenlijk, zodat het ook niet tot onderbrekingen leidt. We praten heel veel met instellingen om duidelijk te krijgen voor welke uitdagingen zij staan. En aan de andere kant pionieren we met de techniek. Gaan we technische oplossingen bedenken. En we proberen die twee werelden, de problemen en de oplossingen, bij elkaar te brengen. We zijn op dit moment bezig EduID te ontwikkelen. Nou, als EduID er is, dan kunnen studenten met een EduID inloggen bij eigenlijk iedere onderwijsinstelling in Nederland. We zijn al voorzichtig bezig met wat pilots om de ideeën die we hebben alvast te toetsen in de praktijk. Ik denk dat het team zo succesvol is omdat we constant bezig zijn met verbeteren. Wat we bijvoorbeeld doen is één keer per jaar hebben What's Next at Surf Connect, waar we alle instellingen uitnodigen om samen met ons te kijken van wat is er nodig de komende tijd en wat komt er aan op het gebied van Trust and Identity. En doordat we dat samen doen als team, leveren we gewoon iets heel moois voor onze instellingen en de gebruikers.